Goedenavond, jongens en meisjes. En welkom allemaal op de proba van 2016. Hebben jullie allemaal lekker een plekje kunnen vinden? Mooi zo. Schuif allemaal maar lekker dicht tegen elkaar aan, want warm is het in ieder geval niet. Let op, we gaan nu beginnen. Goed gemaakt door Ruud Tuin Overnieuw. Goedenavond, mijn naam is Hans van Hazel en dit is Proba Journaal van 10. Ik heb slecht nieuws voor u vandaag. De hele wereld is ziek aan het worden en iedereen begint te overlijden aan een onbekend virus. Veel wetenschappers hebben zich erover gebogen om een geneesmiddel te vinden voor dit virus. Tot op heden is dit niet gelukt. Veel van de wetenschappers zelf overlijden ook aan het virus, waardoor het onderzoek niet snel gaat en waardoor een geneesmiddel nu niet er lijkt te komen. Excuses. Als er iemand is die de mensheid kan redden, meld u alsjeblieft. Dit is onze laatste kans. Ik duur niet lang meer voordat iedereen op aarde overleden is. Dit is Hans van Hazel. Wel goed zo te zien. Even kijken. Ja, kan wel koffie gebruiken. En misschien ook wat thee. Oké, dit is niet de bedoeling. Wat gebeurt er? Wat? Misschien wat meer stikstof of wat meer chloorzuur, calciumcarbonaat, ik weet het niet. Waar is Perry? Oh, daar is Perry. Ja, Perry moet erin. En dan ga ik even. Want ik ben Ignatius de Derde en ik ga de wereld redden. En nee, ik ben niet gek. Ik weet dat jullie er niet zijn, maar het helpt me om hardop na te denken. Een skelethoofd moet erin. En spinnenogen. En dolfijnenvinnen. En walvissen tranen. En dan zou het nu, zou ik een cis moeten horen. Nee, Karel, geen pis. Cis. En geef me even wat zout. Dankjewel. Dringen. En, het klinkt niet goed. Wat is er toch fout gegaan? Karel, heeft u nog een idee? Ho! Kant. Oh, dat werkt misschien wel. Dank u. Jemig, wat een donker grot. Oh, godverdomme. Het is hier ook zo... Oh my god. Is er ergens een lichtschakelaar of zo? Ja, daar is een lichtschakelaar. Zal ik erom... Ja.
Pas op, hè, dat, want het is een of andere grot, ik weet niet. Man. Klik! Oh, het was dus gewoon het licht. Oh, dit is hier echt moeilijk ranzig. Oh. Hé, een broodje. Gaffer, die zat licht op de grond. Leg het terug. Het is groen. Oh my god, het is groen. Ja, soep. Ik heb al brood. Het ziet er niet zo... Ja. Ja, whatever. Volgens mij groeit er een staart. Bas, hij doet weer raar. Volgens mij groeit er een staart uit hem. Bas! En wat is dit in vredesnaam voor bende? Waar zijn we in vredesnaam beland? Nummer 2, wat is dit? Ja, pap, nummer 2, ik heb gewoon een naam. Naam? Je moeder heeft je naam gegeven. Jij was gewoon nummer 2. Ja, Diesel, wat is dit? Hij heeft van die soep gedronken en ja, toen ging die... Ja, soep. Heb jij gezien wat erin zit? Nee. Blijf maar af, ja. Voordat jij ook rare dingen krijgen. Wat is het hier in... Ja, vredesnaam voor een bende. Kan je niet schoonmaken? Zij doet thuis toch ook wat schoonmaken? Nou, heb je dat wel eens gezien thuis? Hoe zij schoonmaakt? Ja, maar zij is de enige vrouw. Daar heb je gelijk in. Twee! Doe eens even wat met die bezem. Dat is een hap uit. Ik heb 100. We zitten niet onder die tafel. Hieronder? Daar. Doe maar dit! Man. Pak het dus op. Wat is dat? Bas? Wat is dit voor lelijk ding? Wat ben jij? Wie niet? Wie ben jij? Oh my god. Heb je iets om het mee te prikken? Kan jij meer zeggen dan Miep? Weet hij misschien wat dat voor soep is? Wat is dat? Laat het de man eens even proeven. Ga maar een beetje. Ja. Kom maar. Ja, oké, misschien... Oké, lijkt me niet zo'n goed idee. Hé, Miepje. Wat is dit voor rotzooi? Zeg op. Is dit jouw huis? Jouw kooi? Jouw gevangenis? Jouw... Ja, pap, ik denk niet dat hij wat gaat zeggen. Het is hier smerig en ik wil naar huis. Dan zeg je ook een keer wat verstandigs. Gaan we naar huis? Mag ik naar huis? Wij gaan naar huis. Nee, Water. Diesel. Wij gaan naar huis. Wij gaan naar huis. Jij niet. Waarom mag ik niet naar huis? Vind je het lief? Wil je het hebben? Ga je er beter oppassen dan op die cactus? Want die was na 2 dagen ook dood. Ik geef je nog 1 kans. En daar zit je kans. Diesel. Maar ik wil ook mee. Straks. Oké. Jij hebt zo te zien je smartphone ding bij je, net hoe het werkt. Als jij nou de plek in gaat nemen van Miep, Iep, Siep, Kliep, dat ding. Dan komen hier vast meer mensen, want dit kan niet goed gaan zo denk. Misschien komt de professional terug. Nou is die hier, we wonen is die ook klaar. Maar jij gaat daar om die tafel zitten. Mm-hmm. Jij gaat alles noteren, filmen, onthouden, net wat je zelf goed kan doen. Filmen vind ik prachtig. Op het moment dat jij meer informatie weet, kom je als de sodemieter terug naar ons toe. En dan gaan we dan kijken wat jij hebt gefilmd. Komt goed baas, gaan we doen baas. Heel goed. Verstop je eronder. Oh.
Goedenavond, dames en heren. En welkom allemaal bij een nieuwe editie van Weerwolven van Wakkerdam. Het internationale toernooi waar iedereen aan mee zou willen doen. Goedemorgen, jongens. Lekker geslapen? Nou, zoals jullie natuurlijk allemaal weten, hè, bij een potje van Weerwolven van Wakkerdam overleeft niet iedereen het elke nacht. Dus helaas, Pablo. Hij is dood. Goed, liefdallige deelnemers, zoals jullie allemaal hartstikke goed weten, Pablo was onze burgemeester. En dat betekent dat wij een nieuwe verkiezingsronde moeten houden. Nu krijgen we mij allemaal 30 seconden de tijd om jezelf te promoten tegenover de rest. En Gaia, jij mag beginnen. Ga je gang. Nou, ik heb er helemaal geen 30 seconden voor nodig. Ik ben Gaia en ik ben heel eerlijk en oprecht. Dus dat is genoeg voor iedereen om te weten natuurlijk. Goed, zou je dat moeten geloven? Of is het misschien wel een lust? We gaan verder. Hugo. Nou, ik ben Hugo en thuis in Afrika heeft mijn vader een hele grote mansion. Met een stuk of 20 bedienden, dus ik ben het gewend om mensen te vertellen wat ze moeten doen. Ja, dat is natuurlijk ook een reden, hè? Ik kan alles goed aan andere mensen overlaten. Goed, we gaan verder. Mevrouw Spleetoog. Mia. En zoals jullie weten, Aziaten zijn beste in alles. Dus dat is reden genoeg, denk ik. Krijg je daar ook sambal bij? Ja, dat kan ik. Goed, we gaan verder. Meneer... Ja goed, je tijd is om. We gaan verder. Mevrouw Pollebop. Pollebop? Nou, ik ben Anne-Claire. En ik heb geen woorden nodig. Ik heb de looks. Goed, daar kunnen de meningen over verdeeld zijn. Dames en heren, we gaan verder. Jullie krijgen allemaal van mij 3 seconden tijd. En zodra ik bij 3 ben, wijzen jullie de nieuwe burgemeester aan. We gaan de handen in de hoogte. 3... 2, 1. Scouts, zijn jullie daar? Ik heb jullie nodig. Mark Rotterdam, wacht even, ik had het niet opgeschreven. Oh ja, de wereld vergaat. Er is een ernstige ziekte en ongeveer 30 miljoen mensen zijn nog dood en volgens mijn berekeningen hebben we nog 2 dagen voordat iedereen dood is. Dus we moeten nu actie ondernemen. Jullie zijn onze laatste hoop. Dus luister goed en vind mij. Dat. Nou. Yeah. Oké, dit ziet er duidelijk uit als iemand die een zenuwinzinking heeft gehad en nog gewoon even verder met spel. Jongens, de wereld vergaat! Ah joh, gewoon lekker verder met spel, dan kan ik winnen. Jullie geloven hem niet? Natuurlijk niet, de wereld vergaat elke dag. Waarom zou dit anders zijn? Ik ben bang! Wat is er mis met jullie? Nee, dat is pas. Hij spoort je rug. Als je haar niet ziet, dan spoor je rug. Oké, let op. Hè. Puntje 1. Hij had een lapjas aan. Ja, kijk. Pablo snapt hem. Ja? Oké, hè. Puntje 2. Zeg dat brilletje van hem. Ja? Geleerde brilletje. Ik heb ook een bril. Ik ook. Ik wil naar mijn moeder toe, ja? Oké. Laatste puntje, hè. Alleen iemand die 100% zeker is van zijn zaak, zou zo'n filmpje maken. Of iemand op Facebook die heel veel likes wil. Klinkt mij nogal gevaarlijk en bizar in de oren om hier achteraf te gaan rennen. Oké. Ik heb een idee, hè. Stel, hè. We gaan hem zoeken. Hè? Kunnen we daarna verder met de wedstrijd? Hè? En dan kan ik winnen. Oké, ja. Nou, Pablo was het al met me eens. Toch, Pablo? Ja?
Ja, jij gaat gewoon mee. Nee. Ja, en jij kan afscheid nemen van je dode moeder. Is mijn moeder dood? Ja, nog niet, maar dat gaat wel gebeuren straks. Dat zijn geen leuke grapjes. Huh? Nou, wie is voor? Anne. Waar stemmen ze voor? Ja, gewoon hand op zeker. Nou, oké, ik ben altijd voor eerlijk stemmen, maar aangezien we nog geen nieuwe burgemeester hebben, is dit niet eerlijk. Dus ik eis een hertelling. Oké, laat maar. Sorry, ik hou me niet mee. Wat is hier gebeurd? Oké, dan moet je naar het lab. Het lab, ja. Daar. Waar ben ik eigenlijk? En dat was ik zo in dat lab. Volgens mij ben ik in slaap gevallen. Maar ik ben hier ook al. Ik weet het niet, ik ben hier al heel lang en ja, ik verveel me eigenlijk de tandjes. Wat kan ik doen? Minecraft. Ik kan iets gaan bouwen. En weet je wat je kan doen als je iets gebouwd hebt? Dan kun je het omgooien. Oh, dat broodje. Wat? Hallo? Oké, het is hier echt smerig. Wow. Godverdamme, waar zijn we? Ja, dat lag op de grond. Het is groen. Een stukje? Jongens. Oh. Ik word echt misselijk van jullie. Hey. Oké, jongens, kom op. Als ik nog best voor je geweest, zit dit niet best. Hey, Hugo. Wil je het recept weten van het broodje? Oké, er zit kattenpis in. Een of andere kots van miep. Er zitten aarde in, en konijnenkeutels, en modder, en mistbedden en zo. En... Oh, slangengif. En rotte eieren. Wat is zuur deze? Oh, en koffieprut ook nog. Nou, eet smakelijk, jongens. Wil je hebben? Oké, jongens, zullen we nu gaan zoeken? Want ik ben niet van plan hier heel lang te blijven. Ik wil nogal graag naar huis. Oké. Laat het wel, ja? Oké. Adem er diep in. Om gewoon een beetje rustig te worden, weet je wel zo? Het stinkt hier. Nou, dan doe je neus dicht, ja? Oké. Voel de rust en adem. Nog even. Oké, misschien ben ik een beetje rustig, maar ik wil wel graag naar huis. Nou, ik weet zeker dat de rest vast wel verder is gegaan met zoeken. Heb je het al gevonden? Of? Ja, bijna. Jongens. Pablo. Wacht, er zit iets onder hem. Wat is dat? Blijf maar slapen. Siesta. Ja. Je lag wel op het blaadje. Ingrediënten, levenselixer. Kan jij dat lezen? Het zijn allemaal Japanse, Chinese dingetjes. Ah, kroekoek, bami panga. Oké. Oké, alle woorden zijn afgestreept behalve de onderste. Was dat onderste woord? Ik denk ook. Japans voor appel. En er staat ook nog iets bij, iets met levensboom of zo. Levensboom? Ja, iets met appel en levensboom. Dus ik denk dat daar iets onderste. Oké, maar nu snap ik er echt helemaal niks meer van. Wat? Misschien een boom, maar levende appels? Oh, goeie. Scout, jullie hebben de aanwijzing gevonden. Heel goed, maar jullie zijn er nog niet, want ik heb namelijk nog een aanwijzing.
Luister jullie goed? Op de hoek van een ronde tafel zit een jonge grijzaard in boek te lezen, dat dichtgeslagen achter hem ligt, in het licht van een gedoofde kaars. Opeens ziet hij een knal en hij hoort licht. Hij rent de trap op naar beneden en springt op zijn horloge en kijkt vervolgens op zijn fiets hoe laat het is. Dan fietst hij achteruit het fietspad op en ziet hoe op de hoek van de rotonde een elektrische paardenwagen staat te tanken. In een afgebrande bar drinkt hij een leeg glas bier. 6 weken na zijn dood stierf hij. Pablo! Pablo is naar bar. Jongens, ik zal één ding vertellen. We grepen niks van. Ja, iets met een rotonde en een fiets en een boek. En een kaars. Had jouw oom geen elektrische paardenwagen? Auto. Ja, of misschien die andere oom die motorfiets, maar verder. Oké, jongens, er is iets met een rotonde en een tanken. Er is hier in de buurt een gebouw dat is afgebrand geweest. En daar zit nu een bar in. Ja, was er niet vroeger een bar inderdaad? Er zit nu een bar in. Oké. Oh ja. En die eigenaar ziet eruit alsof hij al 6 weken dood is. Laten we hopen dat Pablo ook die kant op is. Nou, laat gaan. Oh. Nou ja, oké, dan. Lead the way. Wat een sukkels. Ze hadden het niet door. Ik zat hier gewoon onder de tafel. En ik heb alles gewoon gefilmd. Ik snap er dan wel helemaal niks van. Iets over een rotonde met een elektrische koe of zo. Ik... Wacht! Wat had de baas ook alweer gezegd? Ga onder die tafel zitten. Film het als er mensen komen. En dan moest ik het hem melden. Baas! 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 Blijf die diesel. Het lijkt een potvallen stoomlocomotief zo traag als die gast is. Ik kan me nooit... Ik kan het niet beseffen dat er geen mensen zouden komen. Hij moet wat kunnen filmen. Baas! Baas! Ik kom eraan! Baas! 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 Komt hij er nou eindelijk aan? Ga eens even uit mijn stoel ook. Ik heb nog wat gefilmd. Hou eens even rustig. Meneer heeft het gefilmd. Ja. Kan je ook aan? Ja. Even je vingerafdruk. Ja. Kijk. Hier komen ze binnen. Daar komen ze binnen. Nou, ik weet niet. Ik zie niet heel andere dingen die ik helemaal niet wil zien. En jij allemaal niet. Hè? Oh. Wat? Ik was gewoon selfies aan het maken. Ja, van je grote teen. Ja. Oké, okay, hier komen we opeens binnen, zie ik. Ja. Kan die ook terugspoelen? Loopt daarbij? Pap, papa! Ja, dat was een van die mensen. Ja, wat? Ga me toch niet vertellen dat je dat leuk vindt, hè? Dat is echt vies, oude mensen. Beetje dim, hè, jonkie? Niks voor niks dat je nummer 2 bent. Maar kijk, terugspoelen, dat doe je zo. Ja. Gaan dus. Ben je ook een beetje lopen zoeken? Kunnen ook niks vinden? Nee, ja, ze hadden het over een aanwijzing of zo. Waarom kunnen hun wel allemaal dingen vinden, wij niet? Waarom is alles altijd mijn schuld? Maar ze hadden het er uiteindelijk over iets van. Dat er een paardenwagen bij een rotonde bij een bar stond te tanken. Ah. Begrijp je überhaupt zelf wel wat je zegt? Nou, is dat logisch? Paardenwagen die staat te tanken. Ja, ze hadden zeg maar... Haafreactie, zweepslagontsteking. Ik snap het niet en er was ook elektrisch. Misschien is dat nieuw? Well, het gaat gewoon over banda's. Ja, het heet nu Woody's, het heette vroeger banda's. Maar ze hebben hele lekkere cosmos daar. Is dat die bar waar ik je 3 weken geleden ook al uit heb gevist? Nee? Jawel. Misschien... Een beetje. Goed, nou, gaan we daar maar heen? Oké. Ja? Naar de bar? Ja? We gaan naar de bar. Kom. Neem dat ding mee uit mijn stoel.
Is, dan hoef ik niet bang te zijn over mijn moeder. En als we dit doen, dan kunnen we meer punten krijgen. Nou ja, ik zat daar ook aan te denken. Dat is zo slim. Geloof je nou nog steeds dat het waar is? Ja. Ik zei van tevoren al dat het een heel stom idee was om erachteraan te gaan. Ja, nou weet je wat? Ja, ik ga gewoon naar die bar toe en ik ga bewijzen dat het waar is. Hoezo? Hallo, waar ga je heen? Hugo. Pablo! Een rare muziek smaak, heel hard en zo, maar wel respect voor de ouderen. Maar meneer, even, u bent de professor, of niet? Professor? Nee. Heeft u dan een broer die een professor is? Of een oom? Nee, ik heb geen broer. Opa, kleinkind. Niemand in mijn familie heeft meer gedaan dan de basisschool. En vroeger dan de huishoudschool, daar gingen dan de meisjes heen. En ik moest naar de monteurschool. Zo, dat is interessant. Zal ik je de jonge dame, misschien ben je toch nog wel een beetje. Goed, ja, zal ik je wat meer vertellen over die monteurschool? Graag. Want die monteurschool, daar moesten we heel vroeg al heen. En dan moesten we vroeg opstaan. En zoals ik al zei, we hadden respect voor de ouderen. Dus voordat we opstonden, dan hielpen we de koeien melken. Zodat mijn vader niet zoveel werk had. En dan ging ik op mijn fiets vanaf onze boerderij
naar de monteurschool en dan... Dus we moeten naar de boerderij toe? Zei ik dat? Ja, dus je koeien melken, dus moeten we naar de boerderij? Jongelui! Meneer? Ik ben een oude man en ik heb een beetje last van blaasproblemen, dus ik ga even naar de wc. Godverdamme! En nu? Ja, ik begreep er weer eens niks van, maar jullie... Rennen in een boerderij dichtbij met een hele schattige luis, dus we kunnen daar ook eens even gaan kijken. Ik haal de jongens. Oké, let's go! Meekomen! Auw! Jij ook! Auw! Doe normaal, mens! Fijn, joh. Zo! Die jongelui zijn eindelijk weg. Dan kan ik met mijn oude botten even weer rustig gaan zitten en mijn boek lezen. Huh. Wat een herrie. Huh. Waar is die bar van je? Nou, we zijn er echt al bij. Bijna! Ik zal een tijdje aan het lopen, wat blijft hij nou dan? Misschien wel eens even ophielden met zeuren, gewoon doorloop. Kijk! Tada! Hey. En jij weet ook gewoon meteen wat ze wil drinken. Baas? Is dat nou niet die vent die we zoeken, de professor? Ziet er in ieder geval oud uit. Ja. Zullen we het eens even aan de vraag? Zeg fossiel. Ja, je mag naar het toilet als je vinger opsteekt. Ik probeer mijn boek te lezen. Hier is het alweer van die jonge lui die me lastigvallen. Met welke boek? Hij probeert zijn boek te lezen. Ah, dit boek, wat achter je ligt. Hey, mijn boek is terug, jongeman. Jongeman! Ophouden met die stok. Jij bent de professor en je gaat ons vertellen waar we naartoe moeten. Ik weet niet waar je het over hebt. Ik ben geen professor. Ik weet niet waar je het over hebt. Waar ik het over heb! Hey! Ze zijn dieken op de taal. Gaan we verder. Wow. What's the matter, dude? Ja, vorige keer had je ook al de drankrekening niet betaald. Moet je bij elkaar zijn. Jij krijgt keurig je zakgeld. Maar die kant op, daar zijn ze heen gegaan. Die kant op? Ja, en nou, lekker hè? Zakken voor mij. Neem het miep ding mee. Nee, oh, de man aan vol. Wat is dit voor kabaal? Niks zo... zien, meneer. Laat maar.
Dit is compleet volgens plan. Ja, volgens dat is... Volgens plan. Ik hoor een hele hoop geschreeuw, terwijl ik nog maar net in het bos loop. En dan zie ik hier... Ik denk een knappe jonge dame. Ik zit gevangen en ik wil er gewoon heel graag uit. En het gaat blijkbaar met behulp van deze mensen niet terug. Hebben jullie het überhaupt wel geprobeerd op een normale manier? Nou, dat liet ze ons niet doen. We waren er bijna. Misschien aantrekken, maar het mocht niet. Nee. Aantrekken. Nee. Het is zo'n zin een vangnet. Ik denk van wilde zwijn of iets dergelijks. Hoe ze erin gekomen is, kan ze er ook weer uit. Meestal zo, ook met je kleding. Hoe dan? Ik weet niet, met je toepet, maar dat lukt niet. Dat niet. Hartelijk dank. Dat is normaal. Heel erg bedankt. Sorry, maar echt. Oh, ik ben zo blij dat ik eruit ben. Jeetje. Zullen we nu weer gaan? Kom, dan gaan we weer. Ja? Oké. Gaan jullie alleen? Ja. Dat zie ik toch? Maar... En daar zijn we hem heel dankbaar voor, maar we moeten nu weer even door. Nou, graag gedaan, maar het lijkt mij heel onveilig dat jullie, zoals ja, vrij bond gezelschap, alleen door het bos lopen. Nou, dat gaat best goed, kan ik u vertellen. Jij? Ja. Jij denkt dat dat best goed gaat? In een ja? Tattoo door het bos? Wat? Ten eerste, dit is een tulle rok. En ten tweede, wij moeten even de wereld redden. Dus, als u even zo vriendelijk wil zijn om ons met rust te laten, dan gaan we. Als jij de wereld wil redden, heb jij denk ik alle handjes nodig. Nou, nee hoor meneer, want wij waren bezig met een competitie weerwolf van Wakkerdam. Toen heeft de professor ons weer opgehaald, gingen we naar zijn lab. Toen kregen we de volgende aanwijzing naar de bar. Toen de volgende aanwijzing en nu zijn we hier. Dus, we kunnen weer door. Ja, kom maar. Kom maar. Ja. Dank. Doei meneer. Tot ziens, bedankt voor de hulp. Wij gaan er weer vandoor. Okay. Nou, ik blijf wel even een beetje in de buurt. Ik vertrouw jullie niet. Anders jullie weer die jonge dame net laten lopen. Doe je ding. Okay. Ik heb een pondje met vet al op de tafel gezet. Ik heb een potje vet al op de tafel gezet. Dit is het eerste couplet. Ik van een bondje met vet. Ik heb een bondje met vet. Ik zie het zeker. Wat? Dat zijn geen gebroken struiken. Er zit iemand in de bosjes. Oh, bosjes. Eindelijk. Verdomme. Ben je niet zindelijk of zo? Wie zijn jullie? Over mij. Maar... Dat maakt helemaal niet uit, want ik dacht jullie uit voor een potje weerwolven van Wakkerdam! Ja! Was dat zo akkoord? Bro. Ik wist wel dat scouts dom waren, maar zo dom. Goed, jullie zijn blijkbaar wel bekend met het spelletje weerwolven van Wakkerdam. Zijn jullie ook bekend met de nieuwe, uitgebreide versie? Nieuwe versie? Leuk! Oeh! Ik wil jullie daarvoor even vragen om sowieso eerst goed de ogen te sluiten en niet te gaan schrikken, want bij deze versie komt namelijk wat meer lichamelijk contact bij. Dus wees niet bang, het hoort er allemaal bij! Want buiten de fysieke aanraking hebben wij een aantal nieuwe regels. Een aantal regels zijn dus het aanraken. We hebben geen plaspauzes meer. Degene die het hardst schreeuwt, die wordt ook het meest vervelende persoontje. Maar over personen gesproken, hebben jullie eventueel al gehoord van de kerkwachter? Nee, wat is het dan? De kerkwachter is een heel mooi nieuw persoon. Maar dat is niks in vergelijking met de domoren. Ja, wat? Het zijn inderdaad domoren. Ze zitten allemaal vast en ze hebben niks door. Wat?
Oh nee, ze hebben gelijk. Laat me los. Tuurlijk zitten jullie vast. Zijn jullie nou echt zo dom? Waar waren jullie nou onderweg naartoe? Nou, dat zeggen we lekker niet. Dat zeg je niet? Nee. Zeggen we niet? Hoezo zeggen we dat niet? We zeggen. We gingen naar het politiebureau. Ga daar maar heen. Daar geloof ik helemaal niks van. Je zit in een leukste thuis of zo. Nou gezegd! Waar moeten we naartoe? Zeg op! Waar gingen jullie heen? Zeg het! Zeg het! Jongens! Nee! Waar gingen jullie heen? Zeg het! Zeg het! Zeg het! Niks zeggen, Anne-Claire! Zeg het! Zeg het! Zeg, als je het zegt, hou op! Zeg het! Zeg het! Wat? Nee! Anne-Claire! Sorry! Ik was bang! Kijk niet! We hebben ook echt een sukkel! Sorry hoor! Dit is allemaal jouw schuld! Hij is goed. Echt, als ik die mensen te pakken krijg, dan zijn ze nog Holland op jarig. Waar zijn ze? Oh, jongens. Hoe kom jij los? Wie is er los? Pablo. Ja, dat ben je. Ja. Pablo. Sterk. Oh, de boerderij. We moeten maar nu voor dat hun er zijn. Snel. Redder kan je zien. Nice. Yes. 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 Ik haat het. Echt heel erg. Waar sloeg dit in vredesnaam nou weer op? Nee, we konden toch niks vinden, dus dan dacht ik dat het ruimte komt. Dan denk je, ik blaas de boel maar op. Ja, boel opruimt. We gingen naar de boerderij om aanwijzingen te zoeken. Een aanwijzing is een fysiek iets wat je kan bekijken, waar je een clue uit kan halen. Als je de boel opblaast, hebben we er geen ene zak aan. Jammer. Zo'n grote vuurbal, jongen! Alsjeblieft. Kijk nou even naar mijn kleren. Het is echt helemaal. Wat moeten we nu? Ja, dat denk ik wel. Hey! Goed mee, hoor. Ik heb jullie wat belangrijks te vertellen, dus jullie moeten even goed luisteren. Je bent die man uit de bar. Bar? Welke bar? Ik heb geen tijd om naar de bar te gaan. Ik moet de hele dag stronschep van die koeien en de koeien melken. Ik heb geen tijd voor bar. Ben je zeker dat je niet de man uit de bar bent? Heel zeker. Maar u lijkt er echt heel erg op. Ga je daar nog luisteren naar me? Hoe zit dat? Kill jou! Oké. Laat maar Pablo, hij wil niet. Zeg maar gewoon waar we heen moeten, een of andere rare cryptische aanwijzing die we wel weer gaan begrijpen. Kijk, jij bent een verstandig meisje. Je moet gewoon in noordelijk, zuidelijk, oostelijk, westelijke richting, ja? Snappie? Mooi. Oké. Hij zou het vasten. Pablo is de vorige keer ging het ook goed. En jullie vertrouwen hem? Nee, dat was al niet zo mooi. Ik meen het, dat was al niet zo mooi. Schoon over de vries! Dat zei ik niet, schoon. Nou, sorry! Hé, hey, wat een plasje! Hou, ik moet plassen, even stoppen! Ik zou je water maar in jaren, ga je nog hard nodig hebben in de woestijn. Ik moet echt weer naar de plassen! Woestijn! Niet te kijken! Waar de hel is hier een woestijn? Welke woestijn? Die geeft je echt nooit. Maar, ja, ik heb het over de woestijn. Ja, dat was in
noordoost-zuidwestelijke richting. Die kant op, ja, ik weet het zeker. Ja, maar dat is logisch. Eindelijk hebben we wat aan jou. Bijna jongens, een klein stukje. Ik heb niks meer, sorry. Ja, geef maar. Jongens, ik weet niet, maar ik kan echt niet meer. Nee, ik hoop nog een klein stukje. Nee! Oh, iemand moet je echt helpen. Oh my god! Yes! Oh, dames en heren. Het was me iemand, hè. Het was me iemand. Zouden ze het overleven? Nee! Zouden ze alle wat doen? Nee! Maar even serieus. Die gast had toch de kinderen? Dan heb je toch geen dorst? Goed, dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor jullie aandacht en ik zie jullie morgen weer.